erger me te laten vastpinnen door die identiteitsmafia van tegenwoordig. Ik wilde al heel lang een voorstelling maken die zich daarmee bezighoudt met ons koloniaal verleden en met de Nederlandse geschiedenis en de Nederlandse verhouding tot die voormalige kolonie. En ik heb dat altijd willen doen aan de hand van het levensverhaal van mijn moeder. Zij is in 1940 geboren. Ze is in 1948 met haar ouders, met haar moeder, hierheen gekomen met de boot. En zij heeft, vanaf dat moment heeft zij alles wat maar met Indonesië te maken heeft, met Nederlands-Indië te maken heeft, heeft zij afgezworen. Heel vaak in onze familie was het ook altijd een soort van, als je over Indië sprak, dan was het heel erg die oorlog, de Japanse bezetting, Bersiap en daarna de vlucht naar Nederland. De Indische mensen waren een soort tussenlaag tussen enerzijds de Nederlandse elite, de witte elite, en de, hoe ze toen noemden, de inlandse onderlaag, de echte volbloed Indonesische mensen. En dat de Indische mens daar bijna als een soort bemiddelende laag tussen zat, maar ook gemangeld werd door die twee groepen. Bijna door allebei de groepen bijna niet als vol werden gezien. Ik heb al genoeg pijn, weet je waarvan? Van de kanker, van die... Ja, maar tegen je moet bouncen inderdaad eigenlijk, ja, okay. Want ze gaat aan deze andere kant toe. Nee, ik maak er maar een grapje. Maar nee, maar... Oké. Was een grapje. Nee, goed, ik ga niet klagen. Nee, echt verschrikkelijk ook. Ik vind het echt loeizwaar, maar dat geeft niet. Spelen. Het zijn natuurlijk zijn woorden, zijn familie. Maar het is ook een familiegeschiedenis die ik herken of die raakt aan mijn eigen familiegeschiedenis. Of die ik heel goed begrijp, goed kan navoelen. En omdat het zo persoonlijk is, is het ook heel emotioneel. Zeker deze eindscène, gesprekken met mijn moeder die ik misschien had willen voeren, maar nooit heb kunnen voeren en nooit had kunnen voeren. Maar wel graag, ik had graag dingen uitgesproken die ik niet heb uitgesproken en die ik nu op toneel wel kan uitspreken. Vraag een keer naar mijn gezondheid! Ik ga toch dood! Ik ga dood, Ramses! Maar je schermt je af, je houdt ons weg. Het is corona! De nostalgie en het verlangen naar de goede oude tijd, dat kennen we wel en dat zit niet in deze voorstelling. Het is ook juist ook omdat de figuur Winnie, gebaseerd op mijn moeder, juist zo'n enorme hekel daaraan had. Deze voorstelling gaat over heel veel. Dus het gaat over Eriks moeder, maar het gaat ook over migratie. Het is ook een familieverhaal. Je ziet ook de hele familie van Winnie. Het gaat ook over de generaties en over tijd en wat tijd doet. Dus ik vind dat het op heel veel fronten, iedereen kan eigenlijk, denk ik, geloof ik echt, dat iedereen daar op zijn eigen manier andere dingen uit kan halen. Ik schreeuw omdat jij mij daar zo denkt, omdat dat is wat jij altijd doet, wat jij heel je leven doet. Ik heb heel mijn leven mijn bek gehouden. Ja, behalve... Ja, Esther Scheltog doet dat echt fantastisch. Soms krijg ik echt de rillingen over mijn lijf, dat ik soms denk alsof we de doden aan het opwekken zijn. En al meerdere mensen hebben gedacht, oh, dat is zo typisch je moeder. Maar dat is natuurlijk vooral hoe Esther speelt. Ja, ze is ongelooflijk scherp en emotionerend. En ook heel geestig.